Joke Paans, Historia Events, ook op de Management Supportbeurs, veel secretaresses. Hoe zit dat als een bureau zijnde? Moet jij veel uitleggen? Komen mensen naar je toe? Met andere woorden, is dit een succesvolle beurs voor jou? Nou, het is absoluut een hele succesvolle beurs voor ons. De secretaresses is een hele belangrijke doelgroep voor ons. Zij zijn namelijk degene die vergaderingen boeken, die bedrijfsfeesten, diners, hotelboekingen. Dat allemaal regelen, dus dat is juist voor ons een hele belangrijke doelgroep. Nou, daar heb je hiervoor een mooie laptop staan met passie voor historie en dan een aantal locaties. Hoe zit dat precies? Nou, we hebben een samenwerking gezocht met een aantal locaties. We promoten natuurlijk al onze historische locaties. Er zijn ongeveer 150 in totaal in Nederland. Ook er nog een aantal in het buitenland zelfs. En we hebben met een aantal een samenwerking gezocht om die extra te promoten. Dus die zijn ook opgenomen in de advertentie in de Trend Magazine. Hebben een presentatie op ons scherm. We hebben er zelfs een CD-rommetje gemaakt wat we weggeven, waar ook de hele presentatie op staat. En welke drie zijn dat? Dat zijn de Beurs van Berlage in Amsterdam, Kasteel Heeswijk in Heeswijk-Dinten en het Openluchtmuseum in Arnhem. En heb je daar goed nieuws voor? Ja, zeker. Okay. Ik heb gelukkig voor alle drie, net als voor de andere locaties, maar voor alle drie ook veel belangstelling. En ook zelfs gerichte aanvragen voor alle drie. Dus daar ben ik heel tevreden over. En het gevoel om hier met een aantal collega's uit de branche te staan, werkt dat ook voor jou? Absoluut, want je kunt elkaar ook versterken. Evenementen bestaan niet alleen uit locaties, maar ook over heel veel diensten daaromheen. Dus het is heel goed om zo met elkaar te staan en ook met de centraal, met de catering erbij. Dat trekt natuurlijk heel veel bezoekers en het is gewoon heel prettig om op deze manier te staan. Dankjewel. Okay.